De markt in Brielle. Gadegeslagen vanuit het stadhuis door de burgemeester. In het kleine vestingstadje zijn heel veel mensen uitgelopen om een glimp van de koningin op te vangen. Het heringerichte museum is gevestigd in het stadhuis en in de voormalige stadsgevangenis en waag die dateren uit 1623. De koningin en haar gezelschap worden bij het stadhuis ontvangen door burgemeester Betty van Viegen en de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, Jan Fransen. De koningin betreedt de zaal die gewijd is aan 1 april 1572. En hier kan de bezoeker via filmpjes de belangrijkste momenten zien binnen die inname van de Brielle. Het nieuwe museum bevat veel interactieve onderdelen, zoals filmpjes, animaties, geluidsfragmenten en spelletjes. Zo kun je van alles te weten komen over het leven aan boord van een oorlogsschip in de 16e en 17e eeuw. Leuk dus voor gezinnen met kinderen. De koningin is op weg van het museum naar de Sint-Catharijnenkerk. De kerk is gebouwd tussen 1417 en 1482 en een voorbeeld van de Brabantse gotiek. In deze kerk trouwde Willem van Oranje in 1575 met Charlotte de Bourbon. Bij de kerk wordt de koningin verwelkomd door dominee Egbert Rietveld. Majesteit, we zijn verheugd en zeer vereerd dat u de heropening van ons museum wilt verrichten. Morgen vieren en herdenken wij de inname door de watergeuzen 450 jaar geleden. Uw aanwezigheid vandaag maakt de 1 april viering dit jaar tot wel een heel speciale. Eén die we zullen koesteren en die de bevestiging is van onze verbondenheid met u en uw familie. Majesteit, dames en heren. Tot u zal spreken dokter Anders Verbeek, wethouder onder meer van recreatie, toerisme en museum. Bij dit 100-jarig jubileum is gekozen voor het thema verzamelen. Het resultaat is een boek waarin de belangrijkste en mooiste objecten worden getoond die in de afgelopen 100 jaar zijn verzameld. Majesteit, wij zijn verheugd dat u bereid bent thans het eerste exemplaar van het museumboek 100 jaar verzamelen, Historisch Museum Den Briel 2012 in ontvangst te nemen. En daarmee ben ik weer terug in Den Briel, of Brielle. Want die horizontale besluitvorming, dat omgaan met elkaar op die wijze, dat is hier niet uitgevonden, maar dat heeft hier wel een beslissende wending gekregen op 1 april 1572. De koningin zal nu de openingshandeling verrichten. Dat doet zij met dezelfde hamer die haar overgrootvader koning Willem III in Brielle gebruikte op 1 april 1872. Hij legde toen de eerste steen voor het asiel voor oude en gebrekkige zeelieden. De officiële heropening door koningin Beatrix van het Brielse Museum over de 80-jarige oorlog is een feit.